Maar als je 50 jaar zegt, Luc zegt net in het filmpje, eigenlijk, ja, wij zeggen hier het beste band nog van Nederland al zo lang. Maar eigenlijk in de wereld hebben jullie je gelijk niet. Ja, misschien de Rolling Stones nog. Dat dan, en dan al heel lang niet meer. Nee. Toch? Of F5? De Stones inderdaad, ja. Maar die zijn niet in dezelfde bezetting inderdaad. Wij zijn wel erg standvastig. Ja, we leven nog. Jullie leven nog. En jullie leveren nog ook vooral. Ja. We leveren nog. Ja. Ja. Dat zei ik toch? Ja, jullie leven en jullie leveren. Wat maakt Golden Era... Mijn lever gaat het goed. Wat maakt Golden Era afgelopen 50 jaar zo bijzonder dat jullie het zo lang muzikaal ook met elkaar volhouden? Want dat je het met elkaar klikt, dat blijkt. Maar ook muzikaal, dan moet het blijven klikken. Waarschijnlijk is dat de enige reden. De muzikaal. Ja? Je hoeft het sociaal niet te doen. Nee hoor. Het gaat eigenlijk allemaal goed gewoon. Ja, het is eigenlijk helemaal niet bijzonder. Nee, wij vinden het niet bijzonder. César, vind jij het ook niet bijzonder? César, zeg het eens. Nee, eigenlijk niet. Nee? Geen enkel moment dat je denkt... Nee, het is ons werk en we hebben het naar ons zin. En dan ga je gewoon... Dan doe je die dingen zoals je denkt dat je het moet doen. Dan rolt het balletje door. En zijn er dan nooit momenten dat je stilstaat en ook terugkijkt? Of zijn jullie alleen maar vooruit aan het kijken altijd? Ja, dat zijn dit soort momenten. Jullie willen allemaal terugkijken. Ja. Jullie eigenlijk nooit? Wij wilden helemaal niet aan dat feest. Gisteravond bijvoorbeeld speelden we L'Ancien Belgique. Ja. Een geweldige zaal in Brussel. En hebben we een fantastische show gedaan. We waren trots op. Speelden we waanzinnig goed. En dat was een beetje voorbereiding voor de Ziggo. En zou je nieuwe dingen die je eerder... Voor ons echt toch wel lastig, als oude zakken. Dan moeten we nieuwe dingen gaan doen. En, maar dat verliep eigenlijk heel erg goed. En dan kijken we elkaar aan. En afloop heb ik 2 uur op de bühne gestaan. En dat was fantastisch. Dus, but that's in the past. Nu moeten we nog naar de Ziggo. Ja, maar de Ziggo is uitverkocht. En Antwerpen en Roma ook. Maar het is allemaal uitverkocht. Is allemaal uitverkocht. Ja. Maar hadden jullie niet verwacht, of wel? Nee. Waarom niet? Ik snap dat niet. Omdat we gewoon altijd twijfelen. Ik geloof. Ja, wij zijn gewoon niet. Ja, ik weet niet. Het is gewoon. Wij waren heel verrast toen bleek dat na een maand of zoiets, of 3 weken, die tickets voor Ziggo waren uitverkocht. En dan heb ik het over januari, februari. Dus dat was voor ons verrassend. Wij zijn gewoon. We zijn gewoon de jongens wat dat betreft. We zijn niet van, het gaat lukken. Maar wij zijn verrast. We zijn altijd verrast dat die mensen gewoon, dat ze komen, willen betalen. Ja. Om willen betalen om jullie te zien. Ja. Heb jij dat ook, George? Dat ja, dat hebben we allemaal. Natuurlijk, we zijn verrast. Eigenlijk nog steeds. Ja, het is inderdaad natuurlijk wel iets speciaals dat je dus zo lang met elkaar bent. Maar we denken daar natuurlijk nooit aan. We zijn inderdaad altijd wel bezig om nieuwe songs te maken en vooruit te gaan. Ik denk dat dat ook de kracht is.